We hebben al best veel voor de camper, dus om nou al die dingen ook weer mee te nemen. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn al actief. Ja, je mag hem zo laten zien. Ik ben al vanochtend begonnen weer met de was versneld drogen. Alle dingen die niet snel droog kunnen. Maar ik wil gewoon alles zoveel mogelijk in de kast staan. Dankjewel, Mop. Ik heb je tekening laten zien. Ik ben steeds aan het hoesten van die kilontsteking. Nee? Of wel? Ik wil hem zelf laten zien. Ja, maar ik help even met sturen. Zij rijft mij, oma, aan zichzelf. Weet je welke oma's? Deze en dat ben ik en dat is mama. Ja. En die ervoor omdat we morgen is de prinses. Dit is meer mama de prinses en dat ben ik het kleine prinsesje met een beer. Oh, het is echt zo schattig. En ik ben nu de computer aan het aanzetten, want ik heb natuurlijk gisteren aardig wat geëdit. Dus dan kan het ondertussen renderen. Ik ben bezig al met die was. En we gaan zo meteen met mijn moeder boodschappen doen voor alles wat meegaat. Ik ga natuurlijk voor het eerst in mijn leven met Sarah, sowieso voor mezelf eerst in het leven, met de camper oma, op reis. Met oma en mij op reis. Dat is ook nieuw. En voor mij is ook in een camper. Is ook nieuw. Dus echt, ik ben zo benieuwd hoe een vakantie in de camper gaat staan. Maar dat gaan jullie dus vanaf morgen zien. Maar we gaan even boodschappen doen dat we gewoon eten hebben. Je kan in de camping natuurlijk alles meenemen. Maar dat we het gewoon even gezamenlijk uit kunnen zoeken. Ga je dat opnemen? Ik kan vandaag gaan scannen. Oh ja, dat is wel leuk. Gaan we naar de grote Albert Heijn. En wat wilde ik nog meer vertellen? Ik maak zo even nog een tas. Want mijn moeder haalt ons op. En ik heb van de week ook al wat spulletjes meegegeven die alvast de camper in konden. Dus ik denk als ik nou vandaag ook alweer een tas meegeef, dan kan dat allemaal vast de camper in en hoeven we dat morgenochtend niet te doen. Ik denk dat ik vast voor één bed meegeef, dan scheelt dat morgen gewoon heel veel sjouwen. Want we nemen wel onze eigen beddengoed mee. En even denken, ik heb mijn GoPro gisteren opgeladen, dus die geef ik vast mee. Sarah wilde heel graag een spelletje mee, maar camper is natuurlijk beperkte ruimte. Maar mijn moeder liet gisteren weten dat ze een plekje daarvoor heeft gevonden. Dus dat soort dingen gooi ik allemaal vast in de tas. Kan ik dat vast meegeven? Dat gaat een hoop schelen. En Marco is vanochtend vertrokken. Die sprak ik er net. Die was in België. Die gaat naar Frankrijk. Wij gaan natuurlijk naar Duitsland. Marco is met Bas weg. En dan... Ik kom zo even kijken. Die komt eerder terug. Ik weet niet meer wat ik wilde vertellen. Ik ben ook nog niet zo heel erg wakker. Ik ben wel bezig, maar het echt wakker worden lukt niet zo. Ik heb 8 van deze dingen. Oh, 8 van die doekjes. Dat is wel fijn. Gek ding. Ik ga even snel verder. Even zo snel mogelijk, zoveel mogelijk doen. En echt mijn hele verwarming hangt vol was. Boven hangt ook. En er draait alweer een was. Dat heb ik net ook allemaal al gedaan. Dames en heren, het is een beetje raar. Ik word niet zo wakker terwijl ik echt zoveel gedaan heb. Even kijken. Deze. Dan wil ik vandaag even dat editen echt zoveel mogelijk ook afmaken. Dat het allemaal online staat. Dan kan ik wel, als we weg zijn in de camper, gewoon wat stukjes editen en eventueel wat renderen. Dan blijft alles up-to-date. Want ik ben 5 dagen weg, dus anders wordt het vrij krap. En het wordt een heel verhaal zo. Ik ga gewoon even wat doen. Ik ga ook de camera denk ik even opladen. En dan zien jullie ons zo. Want we gaan over een uurtje ongeveer de deur uit al om boodschappen te doen. Zo, lekker aangekleed. Ik heb dit pak aan van Ishii. Die heb ik een tijd geleden gekocht, maar eigenlijk nooit aangedaan. Het shirtje is ook van Ishii. Mijn tas van Calvin Klein en mijn schoenen van Doen. En ik vergeet elke keer mijn outfits te laten zien. Maar ik ben gewoon zo druk geweest. Dus ik ga echt wel weer proberen te laten zien. Sarah, die is zich ook aan het klaarmaken. Oh, die vind ik zo leuk ook wat ze aan heeft. Even, als ik het zo niet vergeet, laat ik het nog even zien.
Sarah heeft gewoon een wit shirt aan, die hebben we pas gekocht. Die werkte met verjaardag met die rok. En die nieuwe laarsjes. En ik vind je er echt cool uitzien zo. En je hebt een beetje een gekke bui. Doe even je jas aan, dan kunnen we naar buiten. Ja, in de kies is heel ver. Ja, die komt heel ver al door. Echt heel cool. Ja. Hey, dankjewel. Dat is grappig, zeg je erin. Goed zo. Dankjewel. Ga je bij mij? Nee, bij oma, bij de kar natuurlijk. En twee toetjes. Oh, ze hebben hier ook de brostoetjes. Sarah, dat kunnen we wel doen. Wil jij de bros samen met mij? Oh, sorry hoor. Nee, dan doet mama eens een keer een toetje. Ja, maar ik eet er geen vier. Ik ben niet zo heel erg van de toetjes. Ja. Nee, voor de tuin. We zijn weer thuis en de boodschappen zijn natuurlijk voor mijn moeder mee. Die gaan gelijk de cap in. We hebben deze gekocht voor Sarah met oud en nieuw. De eigen alcoholvrije My Little Pony champagne. Die zagen we staan. Toen dachten we, dat is wel echt heel erg leuk. Nou, je kan het maar vast hebben. Ik ga even snel wat dingetjes in huis nog doen die ik gedaan wil hebben voor we weggaan. Even met de was bezig. En inpakken. En ik heb er eigenlijk echt even geen zin in. Maar goed. Mama. Oh, en we gaan even kijken. De televisie werkt niet. Oh, maar je hebt op de verkeerde knop gedrukt. Nee, op de afstandsbediening. Moet je op die linker knop. Oh, je hebt hem al. Mij. Ik ga zo even allemaal wat dingetjes pakken die vers open liggen, zeg maar. Die op moeten. En dan maak ik gewoon een bordje met al dat soort dingen als lunch. Het is echt van alles. Dus. We hebben al echt heel erg veel voorbereid voor de vakantie. En ik ben aangestuurd met was. Nu gezellig samen eens eten. Hey, ik heb een helikopter aan tafel volgens mij. Nee, dit is geen helikopter. Wat is het dan? Wat ben jij vandaag? Niks. Alleen liefst een mens. Oh, alleen een mens. Weet je hoe je dat doet? Lippenkwart. Zo maar. Dat kan ik. Tuurlijk kan ik dat. Zou ik wat zeggen? Toen jij klein was, baby, ging ik jou dat leren. En toen deed je het ook. Maar als je dan brrr, dan brrr, spette die alles en iedereen om me. Dat ging niet zo goed. Nou, eet smakelijk. Die is wel echt heel grappig. Eet smakelijk. Eten smakelijk. Sarah ligt op bed. En ik heb in de tussentijd net heb ik 3 vlogs online gekregen. Dus tot en met woensdag staat hij nu online. Ik ga nu kleuterraadsels even doen en dan gelijk renderen. Qua renderen is dat namelijk wel zo gedaan. En die laatste video ging met opnemen echt super makkelijk en snel. Sarah deed het zo verschrikkelijk goed. Dat ik echt denk dat ik die wel zo geëdit heb. Normaal is dat best veel werk. En dan wil ik donderdag ook nog even af hebben. Want we komen donderdag terug. Dan staat die er sowieso op. En dan zou ik in het ergste geval vrijdag nog donderdagavond kunnen doen. Maar liever niet. Nou, ik zie wel of dat lukt. Daar ga ik me in ieder geval dan nu niet over stressen. Maar dan is het me gelukt om in ieder geval bij te zijn met wat ik echt wilde. En ik heb net ook al een heel stuk ingepakt. Sarah ligt bij mij in bed vannacht. Zodat ik haar beddengoed al kon verschonen en inpakken. Dus dat staat al klaar. En ik heb een gedeelte van de kleding. Maar ik heb ook wat dingen, ja, net niet kast droog staan strijken. En uitgehangen. Dus die kleding kan ik morgen inpakken. Maar ik ben nooit zo twijfelaar met inpakken. Dus dat is meestal wel zo gedaan. Ik doe er nooit heel lang over. Gedeelte toiletartikelen wel ingepakt. En ja, er is natuurlijk ook wel heel veel naar mijn moeder. Dus zoveel hoef ik niet in te pakken eigenlijk morgen. Dus het is gewoon even kijken of ik nog zoveel mogelijk van die was goed kan krijgen. Maar goed, ik ga nu even snel editen. En dan kan die zo in ieder geval renderen. Mijn snacks zijn voor vanavond. Dat zijn allemaal dingen die nog open zijn. En we hebben al best veel voor de camper. Dus om nou al die dingen ook weer mee te nemen. Dus ik ga gewoon alle restjes opeten. In ieder geval, ik kijk wel even. En wat er dan nog open blijft, dat neem ik morgen gewoon ook mee. Ik vind het zo zonde om voedsel niet op te maken en dan weg te gooien. En ik heb kleuterraadsels klaar, dus die ga ik online zetten en de volgende. En
So far so good. Even een momentje zo mega trots op mezelf. Ik heb alles bijgeëdit. Ik heb die was goed als af. Ik ben gewoon helemaal bij. Morgen alleen dan de laatste spullen inpakken. Verder ben ik klaar. De video's moeten wel gerenderd worden. Dus ik zet er één aan. Die mag vannacht. Want ze duren zo lang met renderen. Dus dat ben ik nu aan het doen. En ik ga ook nog eens gewoon op tijd mijn bed in. Nou, echt, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Render. Tada. Dus deze ga ik uitdoen. Want dan kan die ook opgeladen morgen mee. Ik wil je dus bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen.